Breda Nu. Je weet het meteen. Bij Jeugdland wordt elk jaar de Sportief Tour georganiseerd om basisschoolkinderen te laten sporten met kinderen met een beperking. Het doel van de Sportief Tour is om kinderen en jongeren met en zonder beperking met elkaar in contact te brengen door samen sportief bezig te zijn. Ja, het zijn vooral heel veel verschillende soorten kinderen. Je merkt ook dat kinderen van een reguliere basisschool, die gaan de anderen, degene die het wat moeilijker hebben, helpen. Dus dat vinden wij wel mooi om te zien en iedereen werkt gewoon lekker samen. Hoe is het om zoiets te organiseren ieder jaar? Ja, fantastisch. Ik doe het al een heel aantal jaren inmiddels en met even een knipje daartussen. Maar ik blijf, het is een grote klus om het te organiseren. Maar als je die kopjes ziet van die kinderen, die zijn zo super enthousiast. Ja, alleen maar leuk om te doen. Hoe is het om hier zo te sporten met iedereen? Ja, is wel leuk. Heb je ook het idee dat mensen die een aandoening hebben ook gewoon mee kunnen? Ja, ze zijn heel aardig allemaal en ja, is gewoon goed. Nou, ik vind het heel leuk en vooral ook gewoon leuk om te zien hoe zij sporten en hoe ik dan ook in een rolstoel zit. Dat is toch best wel moeilijk en dan zie je ook hoe die anderen dat dan sporten. Dat is gewoon heel leuk, vind ik. Heb je nog iets waarvan je zegt van oké, dit was echt heel leuk om te doen? Ja, die volleybal of zo, op dat springkussen. Dat lijkt me nog wel leuk. Ik heb penalties gemaakt en ik heb gevoetbald in een rolstoel. Nou, normaal werken we eigenlijk alleen maar met kinderen, vooral hele jonge kinderen. En deze doelgroep die hebben wij eigenlijk nooit. Dus voor ons is het ook een nieuwe ervaring. Wij kunnen ook een keer met een andere doelgroep werken. En ik vind het zelf wel leuk. Jullie ook wel, denk ik. Ik geniet ervan. Ik geniet ervan om te zien hoe de kinderen van ons genieten. Ja. Dus je hoort heel veel nu al bedankjes. Ze komen heel enthousiast binnen. Dus daar ben ik al heel blij mee. Mensen die, ik weet eigenlijk niet. Het is gewoon heel leuk en vooral ook grappig om te zien hoe zij sporten iedere week, als ze het iedere week doen. Dus doet één reguliere basisschool aan mee en kinderen van speciaal onderwijs en mensen van Koninklijke Visio. Dus die zijn allemaal slechtziend of blind. En die laatste, dat zijn nu 6 deelnemers en die worden echt 1-op-1 gekoppeld aan leerlingen van het Bredero College. En die moeten echt samen de hele middag doorbrengen. En ja, dat pakken ze super goed op. We hebben natuurlijk van tevoren een informatie gegeven van hoe ga je om met iemand die slechtziend is. En ja, dat pakken ze super goed op. Dus je ziet verder weinig verschil tussen normale en... Ja, je ziet het verschil wel, alleen het voelt gewoon alsof het echte mensen zijn. Als jij dan ook in een rolstoel zit en zij ook. Maar als jij zou staan en zij in een rolstoel zouden zitten, dan zie je wel gewoon het verschil, zeg maar. Nou, ik vind het hartstikke goed gaan. Ik merk eigenlijk niet dat ze iets hebben, zeg maar. Dus ik vind het hartstikke leuk. Ja, dit voetbal met die rolstoelen. En waarom vind jij dat het leukste dan? Ik zit op voetbal. En ja, ik voetbal altijd. Bijna altijd. Breda Nu. Je weet het meteen.